Ik ben Thomas Duin en ik ben de eigenaar van de IJsstudio. We zijn sinds dit jaar zijn gestart hier al. Goed, in januari hebben we de sleutels gekregen. Dat hebben we helemaal omgetoverd tot ons eigen ijslonnetje. En ik ben er heel blij mee. Dat is mijn favoriet. Nou, dit was Lemon Pie. Dat is een van mijn favoriete ijsmaken. Lekker eraan vind ik dat het een hele frisse smaak is. Er zit een zuurtje in, maar tegelijkertijd ook het zoete van het koekje. Dat is heerlijk. Het verhaal eigenlijk achter de ijsstudio. Mijn oom en tante hebben een ijssalon in Driehuis gehad. En dat was een onwijs succes. Naast die ijssalon hadden ze dus een ijskeuken in Heemskerk. En daar draaiden we al het gladde ijs. Oom en Driehuis draaiden al het ijs met stukjes. Maar goed, het ijspaleis was zo'n succes dat mijn oom en tante elkaar bijna niet zagen. Dus toen hebben ze uiteindelijk na 26 jaar gezegd van nou, stoppen we de ijssalon. En gaan we lekker samenwerken in de ijskeuken. En daar kon ik niet bij. Het was gewoon echt van hun samen. Helaas heb dat geen seizoen mogen duren omdat tante plotseling overleden. Waardoor ik tegen mijn oom heb gezegd van nou ja, dan ga ik je helpen en dan doen we het samen. Als het ijs nog steeds het leukste is. De ijskompie draaien zeg maar ijs voor andere ijsvons. Waaronder dus die van de vorige eigenaar. Toen wist ik dus wel heel snel dat hij ging stoppen. Zijn we al vertrokken, eerst dat doen. Dat is je droom. Toen ben ik het gaan doen. Mijn tante heeft de naam op bedacht, de ijsstudio. Dus dat is ook wel iets heel moois. We hebben hier ook een eer met tante eraan gedaan. Zoals er altijd een beetje bij is. We zijn eigenlijk een ijsfamilie. Vitrine 36 en we draaien er nu uit mijn hoofd 54. Dus hebben we eigenlijk vaste smaken, we hebben wisselsmaken. Vaak kijk ook een beetje naar het weer. Zoals nu hebben we de dat is de soort smaak van de week. Dat is nu limoncello, als het zonnetje schijnt, passen we ons daarop aan. Dat komt eigenlijk uit de ijssalon van mijn tante. Die hadden toen bedacht, iedereen die hier aan de Tomahawkstraat, die twijfelt enorm. Zo hoor je continu. Dus heeft mijn oom bedacht, nou dan maak ik het een bolletje. En dan zeg wel, kijk uit wat je zegt, want dat zit er zo op. Niet alleen het ijs is heel leuk natuurlijk, en ik hou van ijs, ik vind het heel leuk om te maken. Het is ambacht, we doen het zelf. Alleen het contact met de mensen, dat vind ik wel het leukste. Ja. Bromenier is een dorp, dus dat is ook heel leuk. Iedereen die ken je op een gegeven moment bij naam, die weet een beetje wat voor ijsje willen. Dat is leuk, ik vind het heel leuk om in winkels te runnen en onder de mensen te zijn.